Dag kijkers en luisteraars en welkom bij aflevering 127 van TBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. U maakt een heel groot verschil. In deze periode van derde golf van COVID-19 besmettingen, financieel-economisch gaat het ook heel erg moeilijk in Suriname, maar u, de donateur, u blijft aan uw medemens denken en dat is onbetaalbaar. Daarvoor onze hartgrondige dank namens alle personen die u ook met uw donaties blij hebt kunnen maken. We starten met mevrouw van de Toetlifoweg. Deze mevrouw wenst anoniem te blijven. Het is een mevrouw met het initiaal K van de Toetlifo-kanaalweg. En deze mevrouw die heeft er levensmiddelen, toiletpapier en zakken rijst gedoneerd. Mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu heeft er levensmiddelen en ook nog zakken rijst gedoneerd. Dan hebben wij een donatie namens Weilen Kumar Dhautal. Deze meneer zou op 31 mei 55 jaartjes worden. De donatie is er namens mevrouw Kumari Dhautal Mangli, de dochters Sushma, Sunaina, Shallu, schoonzoon Daniel Mahabir en Naveen Ram Kizor, de twee kleinkinderen Danish en César. We hebben verder ook nog een donatie van een andere heer van de Kasaba Olo, de heer H. En hij wenst anoniem te blijven. Hij heeft er gedoneerd levensmiddelen en ook nog zakken rijst. Onze hartgrondige dank aan deze donateurs, maar ook dank aan donateurs die enveloppes met inhoud hebben gedoneerd. Dank aan overige donateurs die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan aflevering 127. Heel veel kijkplezier. Oma Santokhi krijgt er een van de pakketten van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Mevrouw Santokhi, ijon pakket he, ipathais mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Ek janamdin khatin, dus voor een verjaardag, levensmiddelen or chaur. Verder krijgt oma Santokhi van Palwar Siu Prasad Gobardhan, familie Siu Prasad Gobardhan, ek envelop met 300 SRD, alstublieft. Larka Suyal Naipaal, kindje Suyal Naipaal, 12 mei ke okar janamdin raha. Larka Suyal bhal duibariske, 2 jaartjes jong, ek envelop met 300 SRD, alstublieft. Aan mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, ja, mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, 16 juni ke, 75 jaar. Aan mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, op Khatpathuis, 200 SHD, alstublieft. John mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu, je pakket pathuis, je envelop pathuis, kusmate bole, oma Santokhi. 3 jane pathuis, am sabke bada dhanbaad dila, bhagwan banaye, bhool chuk maaf kar diyo, beta log, sabke jindgi mo ise rahe. अब रात दम करे भगवान जिंदगी दे अब तो लोग के बरकत होवे शायद बीमार बहुत हम बाटी चलो ना पाइले ओमा संतोकी दी aangeeft heel erg ziek te zijn. Ze kan nauwelijks lopen, want toen we hier aankwamen was op het achtererf en ze loopt met een stok. U ziet het aantal stokken die daar gezet zijn en daarmee dan probeert ze toch nog het een en ander te doen, want ze woont er alleen hier. Dus vele dingen moet ze dan allemaal zelf doen. Maar ze bedankt de donateurs en ze geeft ook aan dat de Almachtige hun mag beschermen, hun mag zegenen. Ook als deze donateurs fouten maken en of hebben gemaakt, dat de Heere, dat de Almachtige daarboven ze daarvoor mag vergeven en mag zegenen. Dank ook aan Stichting Yepide, zegt oma Santokhi, voor het feit dat we het hebben bezorgd
thuis bij haar. En dat we ook allen gezond en gezegend mogen zijn, vooral in deze periode van ziektes. Wou dan baat opke, Aji? Tja, dat vind ze bent hoi. Tja, dit is allemaal. Ik ben er een jonger toonlokke, doen we janneke. Zou waar ik die am te vijven en tak tak met julgeli. Ja, nogmaals, laat ze ons bedanken en de zegeningen ook op het adres van ons en Stichting TBN Yipide. En ze geeft aan dat we 100 jaar en langer moeten leven. Zij geeft aan, op haar 85ste is ze nu helemaal niet meer hoe het moet zijn. Jhulge wil zeggen ziek. Ik bedoel, Jhulge wil in feite zeggen losjes. Ja. Ze kan niet naar de winkel, naar de dokter kan ze niet zelf gaan. Daarvoor moet ze steeds hulp vragen aan familieleden, aan kleinkinderen of achterkleinkinderen. Want ze gaf aan dat ze graag COVID-spuitje wil hebben. Maar de familie twijfelt een beetje, vooral hoe ze ziek is. Oh, hij lorken bolle ba abbe marbate, toe ik had na mange lege. Koi na mange lege, bitia hai hi apne gail le le. Bolle tu sahi paye, okar peet jhare, kal parso hiya le. Bolle tu sahi paye. Ja, dus haar dochter heeft wel een vaccinatiespuitje genomen. Zij heeft er wat complicaties, diarree. Dus vandaar dat ze twijfelen of hun bejaarde moeder, mevrouw Santoki, het wel allemaal aan kan. Maar ik zou toch de familie willen aanraden om de arts te adviseren, haar huisarts te adviseren en dan het besluit te nemen. Want vaccineren, dat is nu toch wel nodig in deze periode van derde golf in Suriname van COVID-19. Mevrouw Koda Bux, die ook slechter been en ziek is, geven we dan ook een van de levensmiddelenpakketten van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Mevrouw Koda Bux, ijon pakket he. Ipat is mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Janam din khat. U krijgt van haar levensmiddelen, haar exakachor van 5 kilo. Larka Suyal Naipal, larka 12 meikebel duibaris. Kentje Suyal Naipal, op gaat het huis ik envelop met 300 SRD, alstublieft. Palwar Supersat Gobardhan, familie Supersat Gobardhan, op gaat het huis ik envelop met 300 SRD, alstublieft. Aur mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, okar janam din hai 16 juni ke. Mevrouw Kamalawati Ori Mahabir is op 16 juni jarig, 75 jaar ke hoi. Aan mevrouw Ori Mahabir op gaat het huis 200 SAD, alstublieft. John mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu he, John pakket het huis. I John mevrouw 75 jaar ke he, Kamalawati Ori, sabke kusmate bole. Ji sabke matlaka badang bolila. Je je kijkt naar de gariepke, je maakt tempe. Sapke bood hem aardbeid deel, dat is sapke kusjaal is ree. En sapke tandrusti barrière ree. En hele familie. Hele familie sapke moeite ree. Aap lokke bi het na mehnet karo. Sapke hem hartelijke bedankt bolila. Ja. Mevrouw Koda Bux spreekt haar zegeningen en haar dank uit aan alle donateurs van wie ze wat heeft gehad. Maar ze brengt ook haar dank uit aan het Stichting TBN Yipide dat wij tot aan huis bij haar zijn gekomen voor en met de donatie. Nogmaals, laat ze alle donateurs bedanken en hoop dat de Almachtige hun allen mag zegenen en vooral hun mag beschermen. Vooral ook in deze periodes van ziekte, dat mensen nog steeds omkijken naar sociaal zwakkeren in de gemeenschap. Dat is dan wat mevrouw Koda Bux meegeeft aan de donateurs. Carina en Karishma, maar vandaag hebben we alleen Carina. Die krijgt er van een mevrouw van de Tutlifo Kanaalweg. Krijg jij een pakket met wat levensmiddelen, toiletpapier en een zak rijst van 10 kilo. Ja, dat is van een mevrouw van de Tutlifo Kanaalweg.
Op jullie naam, Carina en Karishma, is er een enveloppe gekomen van een meneer uit Nederland. Deze meneer is op 20 april 50 jaar geworden. En deze meneer wenst zijn... Hij doet het uit liefde. Hij wenst anoniem te blijven. Dus nogmaals, Den Haag, Nederland. 20 april, 50 jaar. Aan de kinderen, Carina en Karishma. 250 SRD, alsjeblieft. En van een andere mevrouw. Zij wenst ook anoniem te blijven. En het is een mevrouw van de Yarikaba. Van deze mevrouw krijgen jullie 400 SRD, alsjeblieft. Wilde wat zeggen aan deze mevrouw van de Tutlivo Kanaalweg die dit alles voor jullie heeft gestuurd en de donateurs van de enveloppes? Ja, ik wil de mevrouw dankjewel zeggen en de meneer dankjewel zeggen en hartelijk gefeliciteerd. En hoe is het met jullie? Goed, het gaat goed. Ja, nog steeds geen school, hè? Nee, onganisch. Ja, maar hoe hadden jullie gewerkt, eerste en tweede kwartaal? Goed. Dat betekent dat je wel overgaat met de cijfers van je eerste en je tweede kwartaal. Ik denk het zo. Ja, en Karishma? Ja. Ze heeft ook goed gewerkt. Ja, Unganesh. Je weet, ik ga naar de rapporten vragen als jullie dat hebben gehad. Ja, Unganesh. Oké, is goed. Dankjewel. Ja, Unganesh. Mevrouw Kodabaks, die we thuis aantreffen. Ze zegt, ze is er net gekomen van de dialyse en ze heeft er pijnen op haar borst. En het lijkt alsof ze ook hevige koorts krijgt. U ziet haar bibberen van de kou. En we zijn er bij haar, omdat er op haar naam wat enveloppen zijn gekomen. Maar zo zijn er ook wat levensmiddelen die gedoneerd zijn. En namens mevrouw K. van de Tutlivo Kanaalweg, ja, mevrouw K. van de Tutlivo Kanaalweg, krijgt ze een pakket met levensmiddelen. Verder nog ook een zak rijst van 10 kilo, dat is dan de mangli rijst. En ze krijgt ook nog toiletpapier van familie Dhautal Mangli, omdat de heer Dhautal Weilen op 31 mei 55 jaar zou worden. Ja, de heer Dhautal, indien in leven, zou hij op 31 mei 55 jaar worden. En zijn echtgenoten en kinderen, schoonzoons en kleinkinderen doneren. En dat is dan mevrouw Kumari Dhautal Mangli. Ja, mevrouw Kumari Dhautal Mangli. De dochters Sushma Sunaina Shallu, de schoonzonen Daniel Mahabir en Naveen Ramkisor en de kleinkinderen Danish en Cesar. Van hun krijgt mevrouw Kodabaks een enveloppe en ook nog een zak rijst. Dat is dan de Inidia rijst van 10 kilo. Mevrouw Kodabaks, alsjeblieft. De Njara Kalma, ja. Op naam van mevrouw Kodabaks is er verder van Janine en Remy Rahamat uit Den Haag. Ja, Janine en Remy Rahamat uit Den Haag. En dit is op naam van mevrouw Kodabaks een enveloppe met 300 SRD uit Nederland. Op uw naam een heer die anoniem wenst te blijven, mevrouw Kodabaks. Deze heer wenst anoniem te blijven en stuurt voor mevrouw Kodabaks een enveloppe met 500 SRD. Ja. En eveneens voor mevrouw Kodabaks 500 SRD. En dat is van mevrouw A.S. uit Nederland. Dus nog iemand, nog een donateur uit Nederland. En dat is mevrouw A.S. En van deze mevrouw krijgt u 500 SRD. Ja. Kus mate bolle donateurske. Dat is op je bedankt, Karina. Op je Bhagwan Hare de mare se bachane. Op je tangende we. Hame happy karenge. Hame twak namba. Hama ofe pahla 400 ghar ke barila. 50 rupiah pani ke. 50 rupiah rat maenge. Hame na ne. Ze zegt
gezegd uit haar AOV dat ze krijgt. Daarom is ze de donateurs dankbaar. Maar huilend zegt ze, uit haar AOV betaalt ze 400 SAD huur. Dat is de woning hier. 400 SAD betaalt ze hiervoor. Het weinige dat overblijft is dan voor licht en water. En wat overblijft is dan voeding. En deze mevrouw is een dialysepatiënt. En u begrijpt het, medicamenten, taxi en ook nog een heleboel andere zaken die erbij komen kijken. Vaak genoeg geld die ze dan niet heeft. Dus daarom blijven de donateurs zeggen en de donateurs aangeven hoe dankbaar we zijn dat wij door uw donatie, vooral wanneer het u het op bijvoorbeeld naam van mevrouw Kodabaks hebt gestuurd, zodat het bij haar kan komen. Want dan heeft ze nu wat geld. Ja, nu heeft ze dan wat geld voor voeding en ook voor haar medicijnen en zo. Beterschap, mevrouw Kodabaks. Tja, op een kjalker je. Ja. Ze geeft aan, ze denkt niet dat ze het lang meer zal maken. Dat is wat ze aangeeft. Maar ja, het is uiteindelijk de Heere daarboven die bepaalt. Het enige wat we haar kunnen toewensen is beterschap. Mevrouw Sabrina, u hebt ons verteld over de situatie. Dat u betrokken bent geweest bij een zware aanrijding. Hoe lang terug? Dat is 2 jaar terug. Ja, 2 jaar terug. En ik heb daarbij een heupfractuur opgelopen en een beenfractuur. Ik ben een week terug geopereerd. Ze hebben zien we hier, mensen. U ziet het, dat deze mevrouw geen verhaaltjes vertelt. U ziet dat het een heel lange of heel grote operatie is geweest. Is er een plaat geplaatst? Nee, ze hebben de platen verwijderd voor me. Ja, na 2 jaar hebben ze de platen voor me verwijderd. En bent u al 2 jaar lang dan in een rolstoel? Nee. Nu, hoe ik uit het ziekenhuis ben, vorige week, heb ik besloten om weer in die rolstoel te gaan, want het lopen lukt niet. Het doet verschrikkelijk pijn. Ja. U bent moeder van 3 kleine kinderen? Ja, ik ben moeder van 3 kinderen. In de leeftijd van? Ik heb een zoon van 10, van 8 en van 6. Nou, u hebt om wat donatie gevraagd. Dat hebben we voor u gebracht, omdat wij uw situatie begrijpen, dat het nu een beetje moeilijk gaat. Mevrouw Sabrina, u krijgt van mevrouw de weduwe Kumari Dhautal Mangli en haar 3 dochters, Susma, Sunaina, Shalu, 2 schoonzonen, Daniel Mahabir en Naveen Ramkisor. En er zijn 2 kleinkinderen, Danish en Cesar. Dus nogmaals, dit is familie Dhautal Mangli. U krijgt van hun een zak rijst van 10 kilo. En u krijgt ook nog een enveloppe met een geldsbedrag, alstublieft. Dit levensmiddelenpakket en een kleinere zak rijst, omdat er meerdere mensen hier in het huis zijn. U hebt kleintjes. Dat krijgt u dan van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. En dat is in verband met de verjaardag. U krijgt van haar een tas met levensmiddelen. En ook nog een zak rijst van 5 kilo. U krijgt verder van mevrouw Kamalawati Ori Mahabir. Op 16 juni, 75 jaar, mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, 16 juni, 75 jaar, 200 SAD, alstublieft. En van mevrouw Matabadal, die op 5 juni 60 jaar wordt, mevrouw Matabadal, 5 juni 60 jaar, een enveloppe met 300 SAD, alstublieft. Wil u wat zeggen, de donateurs? Ik wil de donateurs hierbij hartelijk dank zeggen voor deze gesten. En de jarige hartelijk gefeliciteerd. Ja. Dank u wel. U wensen wij ook heel veel beterschaps toe. Ik weet dat vooral deze tijd een zeer moeilijke tijd is met COVID-19. Maar ook de financieel-economische situatie in het land maakt het niet makkelijker. De kinderen blijven nu thuis vanwege COVID. Dus dat betekent ze willen de hele dag eten ook. Dus
We wensen u heel veel succes, mevrouw Sabrina. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Hartelijk dank. Indien in leven zou de heer Kumar Dhautal maandag 31 mei, u hoort 55 jaar. Meneer Kumar Dhautal, maandag 31 mei 2021, indien in leven zou hij 55 jaar worden. Palwar Kumar Dhautal, en dit komt namens de weduwe, mevrouw Kumari Dhautal Mangli. De dochters Susma, Sunaina Shallu, schoonzoons Daniel Mahabir en Naveen Ramkisor en de kleinkinderen Danish en Cesar. I Palwar Dhautal Mangli, John Doneer Kareba. Usab Doneer Kareba, een zakrijs van 10 kilo en ik envelop, alstublieft. Bole I donatie deweke John persoon bij Marge en... Abke vader bij Marge, dus krijgt hij dat. Ijon levensmiddelenpakket, he. Dat is namens mevrouw Radha Hoop Narayan Phagu. Mevrouw Radha Hoop Narayan Phagu. En dat is in verband met een verjaardag. I mevrouw op gaat pathuis ik pakket met levensmiddelen. En een zakrijst van 5 kilo namens mevrouw Radha Hoop Narayan Phagu. Mevrouw Mata Badal, Jonke Janamdien, 5 juni, 60 jaar. Mevrouw Mata Badal, 5 juni, 60 jaar. Pathuis ik envelop met 300 SRD, alstublieft. Aan mevrouw Kamala Wati Ori Mahabir, John Parakreek Wegke, 16 juni, 75 jaar. Mevrouw Kamala Wati Ori Mahabir, pathuis ik envelop met 200 SRD, alstublieft. Kus mate bole, jena jene abkhat pathuis paisa or sauda. Bahut dhanbaad hai ga, ki itna bhari desh mein dukh hai ga, aur bimari ki dukh hai ga, ki ab aaki hamar, aaki mein dekh na paila, ab bulawe do अस्पताल के दतरा में अब ऑपरेशन करी मारा कि मैंने लगभग 4-5 टर्माइन होए लिए हम अकादमी इसमें तो अब बुलाई सीफन तीन यूनिक ऑपरेशन करिया किया और उससे तब नीर के हमें बहुत बड़का प्रॉब्लम है दियाली शेयर करिया बुलाई सही है तब बोले फलोपक खातिन कोनो प्रॉब्लम से सखवा दोरो ना गई लेगा नहीं हमें डायलिसिस हो जात तो बहुत दुख है भैया बहुत दुख है हमरे ऊपर कितना बीमार बाटी और कुछ करना पहले ही बेटवा आएगा कि जो जो कुछ करेगा कि एक आध को तो अपने देख ले भेड़ा एड़ा अपन बेचारा पोस उसके के शायद कुछ एक आध दो नहीं पा जाए हम लोग के जीवन में बाकी कहें कि बलांग रहे कितना महंगा चीज है कि हम लोग घर में इससे कुछ रहे न जाए कि खाई के वही बड़े तिलित बुतरो बड़े चावा दूध दूध सब चीज कितना महंगा कि हम लोग गरीबी कारण दुख के कारण ना कर पाओ जाए कैसे बात फोन नाम फादर के महेंद्र या Meneer Mahinder geeft eraan de situatie op dit moment in Suriname, dat van COVID-19, maar ook de sociaal-economische situatie. Hij geeft aan heel slecht te zien en hij moet er heel binnenkort, 17 juni, wederom bij de dokter, maar of hij behandeld zal worden, dat is punt 2. Nu vooral met code zwart bij de ziekenhuizen. Verder heeft hij over het feit dat hij ook moet dialyseren, maar dat is nu ook on hold gezet, want hij is dialysepatiënt. Dus dat geeft hij aan dat vader en zoon moeite doen om het hoofd boven water te houden. De zoon die kweekt er wat schapen om zo toch wat een inkomen te hebben, want de vader die is totaal afhankelijk van de zorg van de zoon. Deze zoon die heeft ook voor zijn zieke moeder gezorgd. De moeder is onlangs komen te overlijden en nu zorgt hij voor zijn zieke vader. We zijn
Dus kuch mate bola jitna jane pathai pa envelope aur packet ho sabke bahut dhanyabad je ke fariyari hai sabke khafeli si the hamar ke se ja dus dank aan een ieder die gedoneerd heeft en degene die jarig zijn de felicitaties dat is namens de zoon acha bahut dhanyabad aplonke ja बहुत धन्यवाद है यार अजय कोई हम लोग के दुख में जो एक आध दो पैसा कुछ खाई पानी पटाई से ओकर बहुत से बहुत धन्यवाद भगवान चाहे कि सदा ओकर बनल रहे यही हमारा आशीर्वाद सबके विचारन के कि जो आज हम लोग के दुख में सहायता दे सही है बहुत से धन्यवाद अब आपके भी भाई बहुत धन्यवाद इतना खराब रास्ता माँ पैलू में Ook mevrouw Jinku krijgt er een van de pakketten met op de achtergrond haar blaffende hond. Ja, ook mevrouw Jinku krijgt er een van de pakketten van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Ja, mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu in verband met verjaardag. U krijgt van haar levensmiddelen en een zak rijst van 5 kilo namens mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Mevrouw Kamalawati Ori Mahabir Parakreekwegke, 16 juni, 75 jaar. Kamalawati Ori Mahabir, 16 juni, 75 jaar. Ik pakket met 200 SAD, alstublieft. U krijgt van familie Suprasad Gobardhan. Familie Suprasad Gobardhan, een enveloppe met 300 SAD, alstublieft. En namens kindje Suyal Naipaal, 12 mei is het kindje 2 jaar geworden. Kindje Suyal Naipaal, 300 SAD, alstublieft. Mevrouw Jinku, kusmate bole, mevrouw Radha Hoopnarayan Phaguke en overige donateurske. Ja. Mevrouw Radha, wil ik zeggen, hartelijk bedankt. Wens ik succes in je leven, een gezegende leven. En wens je alle harte wens dat u verlangt mogen God je alle verlangen van u vervullen. En die andere? Supal nabij? Ja. Supal, ook die andere die... Even goed, ja. Suprasad Gobardhan. Oké. Suprasad Gobardhan en al die andere donateurs, ook die van pakketten wil ik zeggen, hartelijk bedankt, succes in je leven en wens ik alle harte mensen van je, alle verlangens, wens ik dat alles mogen vervulling in je leven gaan. En wat je doet, gaat je door zo en allerbeste van u wens ik, succes in uw leven. Dit is mevrouw Safina met haar zoon. En mevrouw Safina en zoon kregen een van de levensmiddelenpakketten van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Ujon Blautase, or 5 kilo chaur. Op het huis mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu in verband met de verjaardag. John 10 kilo rijst, or groene zakpakket. Op het huis ik meneer Kasaba Oloke, apen naam namange, maar deelse pathuil. Arjun Pemper, uhe meneer Abdul, Nederlandse pathuil. Tja, meneer Abdul uit Nederland. U krijgt van mevrouw Kamalawati Ori Mahabir. Mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, 16 juni, 75 jaar. Kamalawati Ori Mahabir, 200 SAD, mevrouw Safina. Larka Suyal Naipaal, 12 mei ke dui baris ke bhail. Larka Suyal Naipaal, 12 mei 2 jaar, ik envelop met 300 SAD. Aar parwaar Suprasad Gobardhan, ja, familie Suprasad Gobardhan, ik envelop met 300 SAD. Alsjeblieft, jana donateur he, kus mate bole. Jana donateur se, I mahangi samay pe, तब हम लोग के सोचिस बहुत बहुत शुक्रिया और जे जे जगह जगह फरियारी है बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो
और हम बहुत ब्रीति बाटी अपन दिल से हम आजाब तैर कर ली जोन देश तब वो सब चीज इतना महंगा हम जाने लामा तब वो हम लोग के सोच इस पढ़ाई से हम लोग के करती बहुत बहुत शुक्रिया मफ्रो Ja, mevrouw Safina laat de donateurs uit de grond van haar hart bedanken. Ze weet hoe moeilijk het is in deze COVID-periode, in deze dure tijd, dat anderen nog anderen gedenken, dat zelfs ze zeer op prijs. Daarvoor is zij elk een heel, heel dankbaar. Ze zegt uit haar hart ontvangt ze dit alles en haar dankbaarheid is ook heel erg groot. Toen we hier naartoe kwamen, vertelde mevrouw Safina ons hoe ziek ook nu zij is. Ze heeft laten meten en haar bloeddruk is 240 om. 130. Ja, 130 met een hartslag van 140. En ik zei aan haar om het wat rustig aan te doen. Vooral nu in deze periode de ziekenhuizen ook op code zwart is en lockdown is. Ze heeft een zieke zoon voor wie ze moet zorgen. Dus ik zei aan haar, laat ze toch rustig aan doen. We begrijpen het. Het is nu heel stressvol voor heel veel gezinnen om rond te komen. Dat is ook bij haar het geval. Lockdown ze op kamkerpa weer? Na. Ja. Na, jij hem kom op. Hamme jij ook erkertin, jij kijk go, medische verklaring mag ik aanzet. Hoe abi hem na jij pijla. ओकर बासे सौरभ फरफाल हुई गए ओकर दवाई कीने के बे ओकर जोन टैबलेट वा ओपीए दीपा कीने टैबलेट करबा मास पीने ना मिलेगा लास्ट टाइम किली दी 360 टैबलेट के 540 एसआर दी मां में पैसा भी चाहिए पु करे के ओकर दवाईया फिर से कीने करती ने इस व्हाट नेट या इस व्हाट नेट एक से वेलकम दिंगन फैमिलीज नी दोस्तान मफ्रौ सफीना मुट फॉर द ज़ोन wat dokterskaart en andere zaken in orde maken. Medicijnen van hem moeten aangeschaft worden. Maar vanwege de lockdown lukt dat allemaal heel moeilijk. En daarmee zitten dan mensen, ze piekeren. En dat is ook het geval dan bij mevrouw Safina. En dan ga je ziek worden. Bovenop komt kijken, moet je geld hebben. Als je extra voeding ook moet kopen. Als je meerdere mensen in het huis hebt die je moet voeden en zo. Dus dat is nou het geval hier bij mevrouw Safina. Maar we wensen haar om het rustig aan te doen. Op een keer gelker je, mevrouw Safina. Want bent wel op je afhankelijk. Hè? Ja? U hebt ook uw wederhelft, John, op je afhankelijk. Hè? Dus u moet het een beetje rustig aan doen. Op een keer gelker. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Een van de pakketten van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu, dat is dan de rood-witte tas, dat krijgt mevrouw Koulisser, oma Koulisser dan ook. Nogmaals, dat is namens Radha Hoopnarayan Phagu en dat is dan een tas met levensmiddelen en een zak rijst van 5 kilo. Ar ik meneer Kasaba Oloke op een Dielse patel. Naam namange TVP, dat is dan 10 kilo rijst en wat levensmiddelen en dat is dan John Chota groene zakje. Verder krijgt mevrouw Koulisser van Kamalawati Ori Mahabir. Mevrouw Kamalawati Ori Mahabir, 16 juni kebhal, hoi 75 jaar. Kamalawati Ori Mahabir, ik envelop met 200 SAD. Alsjeblieft. Ja. Lorca Suyal Naipaal, 12 mei kebhal duibaris. Lorca Suyal Naipaal, pathais ik envelop met 300 SAD. Alsjeblieft. Aur familie Siu Prasad Gobardhan. Familie Siu Prasad Gobardhan, ik envelop met 300 SAD. Kusmate bole, sab donateur ke? तो बोल अच्छा जोन सब हम पठाई से चीज यहाँ पर हम लोग के और ना मुफ्रो कॉलेसर के नाम से हम बड़ा बू बाटी कि ना जे जे पठाई से भगवान लोग के ना और देवे कुछ लोग के कमतुआ ही ना रहे और धन देवे बल देवे ताकत देवे कि ऐसे बेचारन दुखियन के ख्याल करे बेटा तो लोग भी
जो लोग भी ना भगवान तू लोग के भी बाल बच्चन के मोई करे, तू लोग के भी मोई करे, मोई ज्ञान बुद्धि सबके देवे, और तू लोगन ऐसे देना जाती कर करो। हमने तो बड़ा हौसला बबीता रहे, हम तो प्या का बोली और मोई बा कल हियाँ वैल हियाँ पर खाई रहा ब्रेड, तब बोले कर हियाँ पर तनी से ऊ होवे है, तब दूध ओके ना पी पावे है। वहाँ तो हमारे जान में जमान में दूध ना पीस रहा कि कौन चीम ना यानी वहाँ सकानी थे ही कमे अलग। तो हमसे बोले कि हम लोग यौकर के यौकर वो न मांगे पिए थे, जब यहाँ गए लोग के यौकर लाए बोले वो एक को बूंद ना पी, बोले ओके ना सकर एक ट्वेल्व पाकर दिया रही ये वन सब मेल के प्रोजेक्ट खबर हुई बेटा बड़ा धन्यवाद है। अच्छा We zijn thuis bij het gezin Ramdas en mevrouw Ramdas en kinderen die krijgen van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Ja, mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu, dat is dan de blauw-witte tas met levensmiddelen en ook nog een zak rijst van 5 kilo. En omdat het hier gaat om een gezin met meerdere kinderen en ook nog de zieke echtgenoot van mevrouw Ramdas, krijgen zij een levensmiddelenpakket van een mevrouw van de Tutlifo-kanaalweg. Ja, een mevrouw van de Tutlifo-kanaalweg. Ze doneert dit met alle liefde. In de gele tas wat levensmiddelen. U krijgt toiletpapier en ook nog een zak rijst van 10 kilo van deze mevrouw van de Tutlifo. Ik weet dat uw man, mevrouw Ramdas, voorlopig vanwege ziekte niet kan werken. En vanwege lockdown, u doet dienstwerk. U zit ook zonder werk de afgelopen tijd. Dus vandaar dat we de donateurs erg dankbaar zijn. Dat we toch wel wat donaties voor jullie hebben, ook wat geld. En van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Maar ze is wel van de Yarikaba. Van deze mevrouw krijgt u 400 SRD, alstublieft. Van familie Siu Persaat Gobardhan. Familie Siu Persaat Gobardhan, een enveloppe met 300 SRD. En kindje Suyal Naipaal, 12 mei is het kindje 2 jaartjes oud geworden. Suyal Naipaal. En u krijgt van kindje Suyal Naipaal 300 SRD. Wilt u wat zeggen aan alle donateurs? Ik wil alle donateurs hartelijk bedanken en God ga je zegenen. Die mevrouw welke hiervoor donateert en die alle twee wat hiervoor donateert. Zegen met God genade dat jullie ook hebben zo moeite gedaan en gekomen. Maar wat is erg, die lockdown heeft mijn werk alles. Je zit nu zonder werk? Nu zit ik helemaal zonder werk. Mijn man zit zonder werk. We hebben echt dringend nodig. Daarom hebben we gebeld en u geroepen aan. Dat kan een beetje helpen ons. Ja. Ja. En jullie waren hier onder water, want jullie hadden wat foto's van me gestuurd. Hier alles was onder water. Mijn bed was helemaal onder water. Maar die twee kinderen hebben bedden. Die heeft niet onder hoge bed, dan is dit onder. Maar ik denk, wat is gebeurd? Hoe komt water? Laat me zien toch, dan ik zie dat mijn bed is helemaal water. Helemaal niet. Hoe hebben jullie geslapen de afgelopen periode? Ik heb gewoon geslapen. Het waren twee matras, één matras helemaal onder. Maar die andere was dan niet nat? Halve was niet nat. Toch wel moeite doen en slapen. Soms slapen wij hier en hier, want het moet droog komen. En hoe hoog was het water hier? Tot hier. Ja? Die streep. Hier. Oh. Zo. Oké, en constant stroomde het naar binnen? Ja. Het was erg. En dat was erg voor en nu is het een beetje droog. Ik ben blij, God dankbaar, laat de regen niet meer komen. Ja. Want ik zie in meneer Genees, elke dag zie ik in de tv met de water. Ik zeg, God, wat doet die mensen? Ja. Laat niet meer regen komen. Ik ben blij dat meer regen niet komen. Maar het gaat nog regenen. Als we op meteorologische dienst mogen geloven.
dan was dat pas de trailer. Film moet nog komen, als ik het zo mag zeggen. Dus het gaat nog hard regenen. Dus jullie moeten voorbereid zijn. Laten we hopen dat het niet hard gaat regenen. Maar als het hard begint te regenen, dat jullie toch wat dingen verhogen. Bijvoorbeeld de bank stellen, jullie bedden met wat stenen hoger zetten. Ja. Zodat jullie dan toch geen natte bed, geen kapotte bank stellen en jullie inboedel ook, begrijpt u? Ja. Ik weet, uw kinderen, uw dochter vooral. Uw dochter, zij leeft heel mee met jullie. Ze begrijpt wat haar ouders meemaken. Zij heeft me ook de foto's gestuurd toen alles hier onder water was. En ook heeft ze me gezegd, meneer Ganesh, we zitten nu in grote problemen. Mama en papa zitten nu zonder werk. Als we wat van jullie kunnen krijgen. Dus vandaar, we zijn afhankelijk van de donateurs. Het is niet dat ik niet wil komen, maar we zijn echt afhankelijk van donateurs. En nu hebben we voor jullie. En daar hebben we het gebracht. Ja? Ik ben dankbaar, bhai Ganesh, dat jullie hebben geholpen. God gaat jullie meer hoger steken brengen en laat jullie meer hoger gaan. Meneer Anand Sarju, Ijon Chowerhe, I Awe namens de heer Kumar Dhautal, meneer Dhautal, ter ere van meneer Kumar Dhautal, 31 mei 2021, zou hij 55 jaar worden. De donatie is dus namens mevrouw Kumari Dhautal Mangli, de dochters Sushma, Sunaina, Shallu, twee schoonzonen, Daniel Mahabir en Naveen Ramkisor. En de kleinkinderen, dat zijn er twee, Danish en Cesar. U krijgt een zak rijst van 10 kilo ter ere van de heer Kumar Dhautal. Maandag 31 mei 2021 zou hij 55 jaar worden. U krijgt, zoals ik het al zei, een zak rijst en een enveloppe met een geldsbedrag. U krijgt namens kindje Suyal Naipaal, 12 mei 2 jaar, een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. En Palwar Siu Prasad Gobardhan, familie Siu Prasad Gobardhan, pathuis ik envelop met 300 SRD. Ijon pakket en zakreis. Dat is van mevrouw Gobardhan Phagu in verband met een verjaardag. Tja, ik heb mevrouw op het huis in verband met een verjaardag. En dat is dan mevrouw Gobardhan Phagu levensmiddelen en een zak rijst van 5 kilo. Jena donateur, meneer Sarju, wilde je wat zeggen? Ja, hum, jitna donateur is ees samen pe, bahut bahut dhanbaad bolila. Aur kable ees samen pe jon... एगो माने ढेर जने अन्ना की ढेर जनता ही सहित एगो 10 किलो या चोर नकिन पावेगा माने डोनेट करेगा भगवान उन सब के हरदम सदा भंडार लक्ष्मी मैया सदा भंडार भरे रहे कि उस सब हम लोग के कुछ ना कुछ ताक देवेगा इसे बहुत बहुत अरख है इस देश में सच्चे हम बोले आपन सब आपन कमाई में से हम लोग के थोड़ा से ताक देवे है भगवान सब के और देगा Anand brengt zijn dank uit aan de donateurs en geeft aan hoe moeilijk bepaalde gezinnen het nu hebben om een zak rijst, laat staan een kilo rijst, laat staan een zak rijst van 10 kilo te kopen. Daarom is hij de donateurs heel erg dankbaar, mede gelet op de tijd waarin we nu leven. Alle producten zijn heel erg duur, maar dat ze nog uit hun geld weghalen en aan anderen geven, dat is zeer prijzenswaardig en daarvoor is hij ze heel erg dankbaar. Ik heb een probleem, meneer Anand, u dialyseert. Kunnen jullie nog dialyseren? Want ik begreep dat was een probleem. Ja, dat was bij NNC toch? Omdat ik heb gehoord dat. Maar u hebt gewoon kunnen dialyseren? Ja, ik heb gewoon kunnen dialyseren, want we zijn in Jaconess daar. En dat is een staats NNC achterslandste. En ik had gehoord dat ze geen. Op tijd hadden gestort voor die medicatie enzovoort. Dat had ik wel een beetje gehoord. Oké, dus dat is niet voor ieder. Dus u hebt dus gewoon wel kunnen dialyseren. Ja, maar voor ons, soms is het wel een probleem. Maar ze hebben wel besproken, want we zouden
een tijdje in maart moesten we 500 SRD betalen per Indialisten. Mm-hmm. Ja, maar de minister heeft het zo gedaan dat ja, ze hebben besproken. Ja. Ja, velen zouden dat niet kunnen betalen. Niet. Ik had gezegd, laten ze een spuitje geven, dan ben ik helemaal klaar. Ja, zie je dat? Ja, want als je 2 dagen niet gaat dialyseren, ben je helemaal overtollig met vocht. Dat is het. En vandaag ben ik gewoon, moet ik helemaal 2 dagen beperkt drinken. Misschien 3 liter zo tot dinsdag. Waarom? Omdat ze halen alleen maar 4 liter weg, toch? En neem daar ga je een beetje kopje, ga je thee brengen of zo, dan ga je drinken. Dat is het al te veel, toch? Dat halen ze 3. 4, dus 4 uiterste, maar wegen die hartprobleem, daar kan ik niet veel weg omtrekken. En als je ijs, stukjes ijs. Dat mag wel. Ja, een paar stukjes ijs. Dus jij moet het zelf bepalen hoe je moet drinken, weet je toch? Het is echt vervelend. Dank u wel, meneer Anne. En ik wil wat zeggen aan Kable Manelung, John Arre, Sapkoike en Bolila, die gezondheid op de eerste plaats heeft. Sarkar ke chahiye ke bhi soche ke ki SATF karta an SATF karta saman ke itna dhauruave hega jo mane dekh humme acha ko sister happy kar di swa se mar hamar aur 3-4 dafe gai lega SATF kis tak ko bahandling mein hai macha hum pai gai hum dekhi dher jane tifi pe klah karega mane yan usse na jai pain kare paisa u khason thait khathega abbe moi samajhe dekh bahut se bhi raha are udialiser ka u samjhata wat is een dialyse? Na kan dialyse maar kitna groen se aur dusra sikhta hega. Mane yan u kartwa se una jayega pain kare ya dukan mein sauda ki na. U khason thait khathega. Meneer Anand wil de regering van hieruit aangeven regering een SATF pasje hebben voor patiënten is heel erg belangrijk. Het is voor hun gezondheid. Ze gaan niet daarmee shoppen of ze gaan daarmee niet pinnen. Ze gaan het gebruiken voor hun gezondheid. Dus de functionarissen die daar zitten, alsjeblieft, denkt u daarover na. En wanneer mensen, want hij geeft aan voor bepaalde mensen, hoe ze klagen dat ze niet aan hun pasjes kunnen komen, SATF-pasjes. Het is een hele loperij op en neer en dan hoor je dat het in behandeling is. Toevallig heeft hij die van hem kunnen krijgen. Maar dat is ook na een aantal keren dat ze daar zijn geweest. Geef meneer Anand aan. Dus dat is even wat hij ook vanuit zijn kant aan de regering wilde meegeven. Ook meneer Jaddu geven we dan de pakketten die wij hebben gehad van onze donateurs. De donateur die wenst anoniem te blijven en de donatie die bestaat uit een zak rijst van 10 kilo, een gele tas met wat levensmiddelen, toiletpapier en ook nog een tas met wat meer levensmiddelen. Ik kan hierbij aangeven dat voor wat toiletpapier, gele tas en rijst aangaat, dat allemaal donatie is van een mevrouw van de Tutlifo. Verder krijgt meneer Jaddu, die slechter been is, hij is in een rolstoel. En op het moment dat we hier aankwamen, hij woont er alleen hier, zat hij er te eten. Dus we hebben hem in feite gestoord. Daarom dat we dan dit snel zullen doen van mevrouw Chitrawati, die op 16 mei 60 jaar geworden is. 16 mei, mevrouw Chitrawati, behal 60 jaar. Op gaat het huis, ik envelop met 250 SRD. Meneer, ja? Na. Ik doe het Chitrawati. En Vishant Transport, ja, Vishant Transport, die stuurt dan ook of doneert ook 250 SRD. Ja? Aur ik, mevrouw, doen op een dealse deal, naam namange. Door Khat Patel ik envelop met 400 SRD. Tja, bole, mooi ze gebruiken liet, bole, mahaak ze mee bij zijn. Ja, bole, dhanbaad, jeje pathai ze mee khatin, sabke bole, dhanbaad dila, Bhagwan sabke sukhit rakke, achat rai sab koi.
आप लोग के भी धन्यवाद देला हां हे लातर इधर फन हार्ट बदंकन फॉर ऑलस दैट हे आन डोनेशंस हैव गेट Meneer Meghu en gezin, die krijgt er van mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Ja, mevrouw Radha Hoopnarayan Phagu. Dat is dan dit levensmiddelenpakket met rijst, 5 kilo. En u krijgt van de heer, ter ere van de heer Kumar Dhautal. Op 31 mei zou meneer Kumar Dhautal 55 jaar worden. En de donatie is namens mevrouw Kumari Dhautal Mangli, de dochters Susma, Sunaina en Shellu, schoonzoon Daniel Mahabir, Naveen Ramkisor en de twee kleinkinderen Danish en Cesar. Van hun krijgt u een zakrijs van 10 kilo en een enveloppe met een geldsbedrag. Alsjeblieft, meneer Meghu. En u krijgt verder van een mevrouw die anoniem wenst te blijven, ja, maar ze doet het met alle liefde, van deze mevrouw. Ze is van Yarikaba. U krijgt van deze mevrouw 400 SRD, alsjeblieft. En u krijgt van een mevrouw Chitrawati, die op 16 mei 60 jaar is geworden. Ja, mevrouw Chitrawati, 16 mei, 60 jaar, 250 SRD. Alsjeblieft. Kusmate Bolle, wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, meneer Ganesh. Sab jitna donateurs hai ga, sab ke mul dankbaar. En bhagwanu sab ke banai rahe. Jiu jangar sab ke banhiya rahe. Sab ke, kise boli, sab seekhan rahe sab ke. Ja. Je pakket die lega om sabke u phale phules. Ja. Meneer Meghu die brengt zijn dank uit en spreekt en vraagt dat de Almachtige alle donateurs mag zegenen en dat over hun mag letten, want hij is heel dankbaar, zeer dankbaar voor alles dat hij heeft gehad, levensmiddelen, rijst, ook de enveloppes met inhoud. Daarvoor is meneer Meghu heel erg dankbaar. Kan je zijn gezondheid, meneer Meghu? Meneer Ganesh, ja, ik denk dat ik gewoon raak. Is het sap acha bhai lega? Maar plakwan hai ga wel. Maar ik gorwa ke piche wel, ik hoor tani ab upa bhai lega. Ja, per. Dan hoor je ab tani se droog hoor ik erila. Is het is even zo'n hum naai, is het is even bij de tel na lagen liet. Oise ja, precies. Tap telwa lagen liet, dat duur zal komen. Dus feitelijk, zo'n die tani uur is, to. En zo, jaha droog is, tap is het, kies het wel, is het. Nou, verfel, dek. Nou, ik vroeg aan meneer Meghu, wat is met zijn gezondheid, en hij gaf eraan dat de laatste tijd ietsje beter gaat, want de laatste keer dat we hier waren had hij van de grote wondjes aan zijn been, want meneer Meghu die leidt aan een spierziekte en bij te veel inspanning, te veel stress en andere zaken, dan is dat het resultaat. Maar nu zegt hij met wat zorg, met wat rust is het beter, aan de betere hand, maar dat betekent ook dat hij dan niet kan werken. En inkomen om een gezin te hebben is ook heel erg belangrijk. Dus vandaar dat we dan de donateurs heel erg dankbaar zijn dat wij door uw donaties ook meneer Meghu en zijn gezin dan ook hebben kunnen helpen. Want zij gaan ook soms door hele harde tijden. Tja, meneer Meghu, dank u wel. Een andere keer, ja? Ja, meneer, dat is voor u ook. En dingen niet te zeggen. Dank je wel, meneer Gees. Ben je lief of ben je stout? Ik heb ook. Alle winkel is gesloten. Ja, winkel is gesloten. Lockdown. En waarom is er lockdown? Lockdown. Corona toch? Ja,
wakon ona he odo te lachen, dan ben je ooit buiten. Ja, wat? Auto heeft corona geslagen. Ja, corona. Zeg corona, ga weg, je moet niet meer komen. Zeg. Corona, ga weg. Ga weg. Zeg, je moet niet meer komen. Niet meer komen, mooi zo. Zeg, ga weg, ga weg. Ga weg. Is goed. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van aflevering 127 van TBN Yipide. En zoals ik het altijd zeg, het programma waar de kleine hand de grote hand helpt. Of de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. En ik blijf het zeggen, door uw donatie, door uw ondersteuning, door uw bijdrage kunnen wij anderen blijven helpen. Dank nogmaals aan mevrouw K. van de Tutlifo Kanaalweg voor uw levensmiddelenpakketten, toiletpapier en rijst. Mevrouw Radha Hoopnarain Phagu, dank u wel voor uw levensmiddelenpakketten, uw zakken rijst en ook nog de felicitaties aan familie Hoopnarain Phagu, want er is een jarige. Weilen Kumar Dhautal. 31 mei zou meneer Kumar Dhautal 55 jaar worden. De donatie is er namens mevrouw Kumari Dhautal Mangli, de dochters Sushma, Sunaina, Shallu, schoonzoon Daniel Mahabir en Naveen Ramkisor en de twee kleinkinderen Danish en César. Dank aan de heer H. van de Kasaba Olo voor uw levensmiddelenpakketten en uw zakken rijst. En verder dank aan alle overige donateurs nogmaals. Uw bijdrage is van eminent belang geweest dat wij ook aflevering 127 dan met succes rond hebben kunnen maken. Verder kunnen wij u mededelen dat mocht u toch wel iemand kennen, iemand die hulp nodig heeft, of iemand die zelf om hulp vraagt, u mag altijd contact opnemen op 857-3x47, 857-3x47, kantoor 43-99-23, of 87-4x93, of u loopt er langs aan de Kokobiakoweg nummer 48. Vanuit uw eigen gemak, thuis, werk of waar dan ook, kunt u ook uw donatie doen. De rekeningnummers, euro, US dollar, SAD, krijgt u ook allemaal steeds in beeld. Nogmaals dank, dank, dank aan alle donateurs. Houd u veilig. Als u nergens moet gaan, mensen, vooral in deze 3 weken van lockdown, blijft u dan veilig thuis en behoort u tot een van de doelgroepen die opgeroepen wordt om zich te gaan vaccineren, doet u dat, want zo alleen kunnen we werken aan een veilig en een gezond Suriname. Ik ben Ganesh Vijay en ik groet u ook namens cameraman Raj Mahango en de editing lag in handen van Sunny Rambali. Graag tot de volgende keer.